Jan, vaak denk ik bij jou, het is na 350 meter over. Ja, dat, als ik mezelf terugzie op de beelden en het voelt ook wel zo dat na 350 meter de snit er wel uit is. En dat is één doel wat ik deze zomer heb gesteld, dat gewoon 500 meter moet worden. En dat is het doel zeker richting de Olympische Spelen in Vancouver. En er is ook niks frustrerender dan op 450 meter voor liggen en dat op de laatste meter iemand er nog langs heen rijdt. Dus daar wordt hard aan gewerkt, ja. Wat doe je er dan? Nou, ik heb dit seizoen een goed overleg met de staf. En we hebben samen een ander trainingsschema opgesteld. Dus iets meer sprintspecifiek. En ik moet zeggen dat het erg goed gaat. Ik voel me sterker en we zullen zien wat het gaat brengen. Maar ik heb er wel heel veel vertrouwen in. Je bent in omvang, beenomvang, veel breder, sterker en groter geworden. Ja, nou ja, dat is ook een van de dingen die dan er dan gevolg van zijn, van die andere trainingen. En ik voel me er zeker beter bij. Ik zag je in Berlijn met Lobkov trainen. Waarom deed je dat? Ja, met Lobkov trainen inderdaad, dat heb je goed gezien. Het is een extra sprintmaat erbij. En samen met Bjorn en Lobkov heb ik erg goed kunnen trainen. En zeker zijn 500 meter is gewoon van wereldklasse. Hij, op één afstand met de weken afstanden werd hij nog vierde. En hij heeft gewoon meer vermogen dan ik heb en daar kan ik gewoon erg veel van leren. Hoe werd je ook alweer in Zalland genoemd? De Japanner uit Zalland, ja. En hoe wordt het nu? Ja, dat is lastig. Ik ben verhuisd naar Sneek omdat het dichter bij Heerenveen ligt. Maar bedenk me van.